Ik dacht, dat klinkt goed. Ik merkte de laatste tijd of een paar weken, speciaal als ik mensen aan de telefoon had, dat ik gewoon eigenlijk geen verschil voelde tussen diegene en mij. En dat allemaal eigenlijk bijna was alsof ik gewoon met mezelf zat te praten. Dus heel apart. Ja, ik vond het wel een beetje bevreemdend. En ook het gevoel dat ik eigenlijk tegen iets praat wat leeg is of zo. Dat het gewoon niet... Die hele substantie viel eruit. Het is anders als ik mensen dus tegenover me heb. Want dan ben ik nog meer geneigd om... Om de mens als poppetje te zien. Zo. En je bent dan zelf vaak in een zelfbewustere modus. Zelfbewustzijn, zoals ik dat zie, is een beperking. Gaan we te veel letten op hoe kom ik over of hoe voel ik me en wat voor indruk maak ik? Dat soort dingen zitten er dan meer doorheen. En er is bij mij ook dan een angst om die eenheid te voelen met mensen die ik helemaal niet ken of zo, weet je? Het is juist veel makkelijker. Als je iemand goed kent, dan ken je alle kwalen en mankementen en onzuiverheden. Maar ik vind in eenheid zit ook sowieso kwalen. Kan ik iemand niet leuk vinden, zit daar. Dus, ik kan heel goed... Nou ja, eenheid hou ik niet van, maar er is geen afgescheidenheid. Net zo goed met iemand die ik mag als die ik niet mag. Dat bedoel ik eigenlijk, ja. Dus, maar je ziet een verschil tussen geen afgescheidenheid of eenheid? Of, Ik vind eenheid een te positieve term. Maar is het niet wat dat is? Nee. Het is toch allemaal één? Nee, het is niet afgescheiden. Oh ja, Advaita. Niet twee, heet het. En het. Heel bewust zeggen ze niet één. Wat is er mis met eenheid? Die term slaat nergens op. Het woordje één, dat betekent sowieso al niks als er geen nul of twee is. Dus op dat front klopt die al niet. En waar niet twee naar verwijst, is dat de standaardbeleving die van dualiteit is. Advaita zegt dualiteit bestaat niet. En eenheid kun je overigens ook niet voelen. Want om iets te voelen moeten er twee zijn. Dit systeem wat geraakt wordt door iets. Bedoel je dat? Als ik dus zeg er is eenheid, wie is degene dan die dat zegt? Dan heb ik degene die het zegt en de eenheid. Dan zijn er dus twee. It doesn't make sense. Hoe kun je dan verwijzen naar... je zegt met niet twee kun je verwijzen naar het geheel? De realiteit. En ook het woord geheel betekent weer alleen iets als er iets gebroken zou zijn. Hoe kun je dan zeggen? Nou, gewoon niet twee, geen afgescheidenheid. Het kan alleen in negatieve termen uitgedrukt worden. Oh, dat had ik me nog niet gerealiseerd. Nee, Arno, de meeste niet. Het is verder niet slecht of zo, maar als we precies willen zijn, zijn positieve termen gewoon niet geschikt. En ze zijn filosofisch onhoudbaar, oftewel ondeugdelijk. Ik ervaar zo'n eenheid, voor mij als twee. Ja. En bijvoorbeeld het woord alles dan? Heb je daar ook iets tegen? Niet per se. Als je maar begrijpt dat alles een term is die net doet alsof er brokken en stukken zijn die toch weer samenhoren. Weer sleep ik even die half deugdelijke oceaanmetafoor erbij. Golven zijn geen brokken oceaan. Het is gewoon water. Ze zijn niet afgescheiden van de oceaan. Dat is voldoende.
En het levert bij mij overigens niet eens een gevoel op. Dus als ik maar geïsoleerd waan, verwijzing naar waar ik het er straks over had, en ineens valt die isolatie weg, kan ik een eenheidsbeleving hebben. Bij wijze van contrast, maar het is nog steeds een dualistisch ding. Het bestaat alleen als contrast met de geïsoleerde modus. Er komt nu op, waarom doen we zo moeilijk? Maar... Omdat het precies komt. Nee, niet dit, maar... Ik kan het nog niet benoemen, denk ik. Ja, kijk, waarom we moeilijk doen, is omdat de meesten van ons zich als een afgescheiden wezen ervaren. Dat is de bron van de moeilijkheden. De bron van hebzucht, haat, oorlog, geweld. Noem alles maar op. Bij al dat soort verschijnselen zit het idee, ik ben een afgescheiden wezen en het gaat om mij. En dan heb je meteen, als er een mij is, heb je een jij, dus mijn en dijn en nou ja, versplintering alom. Als dat wegvalt, waar zijn de problemen dan nog? Ja. Het is een wegvallen. Niet iets wat erbij komt, maar iets wat verdwijnt. Dus in die zin is het negatief. Oeh, nou, ga het even door laten werken. Het is in feite alleen maar een kleine illusie die wijkt, die wegvalt, die verdwijnt. Er komt dus niet iets bij, er verdwijnt iets. Die zogenaamde wakkere, die kan iets niet wat gewone mensen wel kunnen. Namelijk de werkelijkheid in brokken verdelen. In brokken verdelen. Dus in die zin is de zogenaamde wijze minder machtig. De gewone mensen kunnen namelijk de werkelijkheid in afgezonderde brokken toveren. Dat zijn de tovenaars. De wijze niet, die ziet gewoon de dingen zoals ze zijn. Hij kan eigenlijk niks. Vind ik dan weer grappig. Jullie niet? Oké. Okay. Hans, ik denk dat het goed is om dat even te zeggen voor mezelf. In mij begint het te knijpen, hè? Dus een benauwdheid, een gevoel van benauwdheid. En ik merk ook dat het er, ja, het kan er gewoon zijn, zeg maar. Ik geloof niet dat ik er naartoe hoef. Weet ik eigenlijk niet. Ik bedoel, er naartoe gaan betekent voor mij dat ik een verhaal maak van dat gevoel. Okay. Nou, het is heel kloterig, maar een gevoel. Ja, laat het er maar gewoon zijn, denk ik. Ja. Oké, ja.
Gewoon een stukje wat het gevoel heeft dat het goes to war. Er komt een confrontatie aan, strijdpunt. Het is prima om dat gewoon te ervaren en je er niet te druk om te maken. Precies. En desnoods is het zo. Het mooie is van een strijdtoneel dat het altijd maar kort duurt. Hoezo? Wat? Ja, het is altijd tijdelijk. Dat bedoel ik. Dus iets anticipeert op een clash. Prima. Nu. Ja, dat is een anticipatie op een clash. Dat is dat gevoel. Ja. Dat is gewoon anticiperen. Oké. Dat mag. En vervolgens gaan we gewoon kijken hoe het gaat. Ja, en ook goed wat jij zei. Maak maar een lijstje van de reacties die je verwacht. En dan ben je daar al aan gewend of zo. Ja. Yes. Kun je al voelen of daar iets bij opkomt. Plus, waar we het net over hadden. De beweging die je maakt is voor jou en niet tegen de anderen. Oh. Die kunnen daar een strijdtoneel van proberen te maken. And they probably will. Ja. Maar basically, it's not your battle. Het is niet tegen hun, maar voor mezelf, voor mij, ja. Oké, ja. Ja, het knijpt hier van binnen ook flink. Oké. En ik ben heel erg in mijn hoofd proberen te snappen en het op te lossen. En het gaat ook heel erg over angst om voor geld, dat ik geen geld heb. En het gaat over dat een hele, ook een sterke waarin ik vind dat ik heel erg gelijk heb. Okay. En dus dat kwam gisteren eens heel sterk op van, goh, wat is dat dan, het innerlijke conflict? En op het moment dat er ontspanning kwam en ik alleen maar eigenlijk ook een soort opluchting voelde dat ik gewoon daar weg mag, valt het conflict weg, heel grappig. En toen dacht ik, ja, ik hoef helemaal niet na te denken over wat het conflict is, maar ik zit alsmaar te wijzen naar hun. Ze hebben met iedereen conflict, namelijk met klanten, met artsen, noem maar op. Maar ik dacht, het doet er niet toe wat zij doen. Right. Maar ik merk toch, Hans, dat die ontzettend sterk opkomt. En daar schrik ik ook een beetje van. Want het is een soort van feiken die altijd maar een beetje... Maar er is een heel andere feiken het laatste half jaar aan het opkomen. En dat ziet er niet altijd even leuk uit, zou ik maar zeggen. Soms wat kort door de bocht. Heel erg vinden dat ze gelijk heeft. En dat ook heel erg waar vinden. Sure. En dat is nog best wel een lastige, merk ik. Hmm. En schaamte ook daarover, dat dat zo is. Het past ook niet zo goed bij het beeld wat er altijd was. Ik ben gewoon een felle rotzak af en toe. Ja, dat ben ik, ja. Echt. Nou en? Ja. Ja, felle donder. Ja. Ik kan er ook wel soms om lachen, maar het ziet er soms ook niet leuk uit. En waar denk je dan zo'n gelijk in te hebben?
Nou, dat zou je echt stom doen. Ja. Dat zou je echt moeten veranderen. Wat niet gaat gebeuren, maar... Nou, weet je wat het is, hè? Als ik constateer dat anderen stom doen en ik erger me daaraan... dan heb ik blijkbaar nog niet door dat de helft van de mensen gewoon heel stom zijn. En de andere helft, nou, daar hoef ik het niet eens over te hebben. Dus het verwijst dan altijd, laten we zeggen, naar mijn naïviteit. Dus heb ik geen gelijk. Het is ook een beetje dommig hier. In het de hele tijd voelen dat er veel energie lekken is... in dat soort gedoe, zou ook kunnen laten zien, joh, wordt niet tijd te vertrekken. Ja. Wat ik al heel vaak gedacht heb het afgelopen half jaar, maar mezelf heel erg heb voorgehouden, dat er echt nog dingen te overwinnen zijn. Zoals bijvoorbeeld dat gelijkdingetje, of dat ik vind dat ze stom doen en dat ik echt bij mezelf moet te raden gaan wat ik nou hier aan het doen ben. Dus dat heeft me een beetje aan de gang gehouden, zal ik maar zeggen. En ik ben daar ook niet vrij van nu ik daar wegga, weet je? Ik bedoel... misschien, het zou ook maar zo kunnen dat als ik zeg ik ga weg, dat alles wegvalt en dat, dat het gewoon weer... Weet je, ik heb me nu een beetje boven ze gezet. Het zou kunnen. Ja, dat... Denk het niet, maar het zou kunnen. Ja, voor even misschien. Ja, dat bedoel ik. Na 3 weken is het gewoon weer... Ja. Hetzelfde dansje. Bij mij bedoel je? Nee, de hele setting. De hele setting, ja. Wij bestaan nooit los van de situatie, dus... Ja, daar lijkt gewoon, dat is gewoon niet helemaal duidelijkheid over lijkt. Als je dit zegt, denk ik, wat bedoel je nou? Je bent altijd in situo, noemen ze dat. Je bestaat niet in het luchtledige. Je bent altijd in de wereld tussen anderen. En dat geeft dus een energetische constellatie die bepaalde talenten of geneigdheden of onmogelijkheden activeert in ons. Waar we dan achterkomen of we daar iets van kunnen leren of beter onze biezen kunnen pakken. Het is een energieveld, weet je. Met anderen doe je zo en dan komt dat helemaal niet naar boven en daar weer wel en daar is het zus. En sommige van die velden zijn dus passend en andere minder en sommige gewoon niet. En misschien voor een ander wezen wel. Fijn, laat die het dan doen. Er zijn mensen bij ons in het dorp die... een uitstekende functie vervullen in de carnavalsvereniging. Ik behoor daar niet toe. En dat is maar goed ook, want ik heb er geen zin in. Maar ik heb niks erop tegen dat samen met elkaar een wagen in elkaar knutselen en zich druk maken als het niet doorgaat. Doe je best. Ik heb er niks mee te maken. I don't care. Ik ben met andere woorden, misschien net als jij, maar voor heel weinig situaties geschikt. Dat is wat ik een beetje voel, Hans. Dat geldt trouwens voor meerdere van ons. Maar we vinden allemaal dat we moeten kunnen functioneren in A, B, C, D. En dan zeg ik nog maar een keer van wat Krishnamurti altijd riep, van het is geen teken van gezondheid om in een ongezonde wereld goed te functioneren. Dat vind ik wel een mooie. We live in a crazy world. Dus... Er is gewoon angst en ik ben gewoon ook een beetje angstig geweest. Dus ik bedoel, dat komt op. En ik weet dat het nooit de moed in de weg staat om dingen gewoon toch te doen en aan te gaan. En dat we wat spanning ervaren als er een, laten we zeggen, transitie is, is vrij normaal. Ja. Want ieder organisme zoekt eigenlijk naar een plek waar die gewoon kan ontspannen en dat alles op orde is, ook al bestaat zoiets niet. Daar zoeken we toch naar. Nou, en dan werkt het iets een tijdje en dan begint er weer stress en reuring te komen en alles begint tot een wanklank te worden en dan moeten we weer onze biezen pakken. En ja, bij de een gebeurt dat wat vaker dan bij de ander. Geeft maar weer aan dat we eigenlijk allemaal een soort zwervers zijn. En passengers. Daarom is het ook, heb ik vaker geroepen, handig om je niet te veel te hechten aan dingen. Als iets goed gaat of passend is, kan er een dankbaarheid zijn voor de passendheid zolang die duurt. Ik ben me altijd heel erg bewust dat iets alleen maar geldig is of werkt zolang het duurt.
En ik weet nooit hoe lang. Maar ik zal wel weten wanneer het niet meer past. En dan zal er hier ook weerstand zijn. Want het geeft altijd gedoe. En ik hou niet van gedoe. Ik lees namelijk liever een boek. Maar als het moet, dan ga ik inpakken. Ja. En zij ik de anderen ervan kan overtuigen om in te pakken. Dat scheelt dan weer. Dat veranderen, dat doet ook hier ook vaak veel, ja. Ja. Maar ja, nogmaals, het staat niet in de weg. Als het zo voelt, dan kan ik ook niet meer anders. Weet je, dat weet ik en dat doe ik. En nog iets anders van dingen kunnen. Ik had het al eerder over gelaagdheden. Die hebben we in een situatie, dus bijvoorbeeld in een werksituatie ook. Er kan gezien worden dat er onverstandige beslissingen genomen worden. Dat ego-spelletjes dingen verstoren. Ja. Dat kan allemaal waar zijn. Dus op dat level kan ik gelijk hebben in een aantal observaties. Dat wil nog niet zeggen dat ik overal gelijk in heb. Of dat het mijn plaats zou zijn om daar veranderingen aan te brengen. Misschien moet die hele tent wel ten gronde gaan. What the fuck do I know? Het is alleen maar de vraag van wil ik in dit, weer die muziekmetafoor, in dit orkestje meespelen. Nou, als er mij te veel wanklanken zijn, de muzieksoort maakt op zich nog niet zoveel uit. Maar als er te veel wanklanken zijn, dan heb ik zoiets van zoek maar een ander. Nog los van het feit dat ik liever in mijn eentje muziek maak, maar goed. Heb ik ook, ja. Ja, dat bedoel ik. Dus. Ik kan dat wel. Ik heb vroeger ook gewoon gewerkt, gewoon ordinair werk met anderen. Dat gaat allemaal, maar het is niet het meest passende. Ik wil mijn liedje zingen. And that's basically it. Meer wensen heb ik ook niet. Dus. Ja, precies hetzelfde. Ja. Ja. Aan het zien. Ik zag ineens dat passend zijn iets anders is dan wat we veelal doen. Je leven indelen in fases, leeftijdfases. Waar dit bij hoort of dat. Nu wordt het tijd om te trouwen. Nu wordt het tijd om dit. Nu wordt het tijd om dat. Maar dat het dus gaat over passendheid. En waar je dankbaar voor kunt zijn, zoals je dat zegt. En als het niet meer passend is of niet meer klopt, dan. Ja, dan mag je je biezen pakken, zeg maar. Yes. Dan roept het bestaan toch gewoon op tot een verandering. Ja. Dus die regeltjes van dan, ja, zijn voor onzelfstandige, niet nadenkende fabrieksmensen. Dan is dat prima. Als iemand in die metafoor van Gurdjieff geen ziel heeft, dan zeg je gewoon van op je 20ste, dan ga je studeren. En op je 24ste ga je werken. Ja, en op je 26ste ga je trouwen en dan zorgen dat kinderen zijn en je hebt een hond. Ja, dan loop je die weg. En je begint voor je pensioen te sparen. Ja. Teken het gewoon uit en daar is voor de zielloze zombies. Een echt mens die moet gewoon kijken wat passend is en wat niet. En op het moment dat hij merkt dat er iets veranderen moet, dan gaat er iets veranderen. Die leeft nogmaals niet tegen anderen, maar voor zichzelf. De grap daarbij is ook nog een keer dat als we dat doen, we ook nog een keer voor de anderen en de samenleving als geheel het meest op ons plek zijn, want dan zijn wij elementen die kloppen. En hoe meer kloppende elementen in een groep mensen, hoe meer het geheel klopt. En vallen een heleboel vragen weg. Of. Yes. En dus inderdaad, interesseert het me geen bal hoe oud of jong of weet ik veel wat of wat de verdere omstandigheden zijn. Het klopt of het klopt niet. Goed, ik merkte dat je daar toch heel snel in meegaat. Dus dat het. Strikt genomen is er maar één verantwoordelijkheid, als we het al zo willen noemen. En dat is gewoon jezelf zijn. Of zoals Herman Hesse dat zei, het is je plicht om mens te worden. Als je het helemaal geworden bent, is het je plicht om dat te blijven.
totdat je omvalt. Fuck de conformistische blabla normering. Nogmaals, dat is voor de fabriekswaar, zoals Schopenhauer dat noemde. De standaardmens. Ik kan daar niks mee. Peter, kom op, jongen. Hup. Is er iets wat me bezighoudt, is dan de wil. Er komt altijd een wil op van, maar... Dus aan de ene kant voel ik een enorme ontspanning van het is goed zo en niet oordelen, laat maar gaan. En aan de andere kant is er dan, ja, maar wat wil je dan? Dat is eigenlijk dan de vraag, want... Maar het zit op meerdere lagen dan. En op de diepere lagen dan komt ook de wilsvraag. En die is eigenlijk interessant. Althans, want komt die wil dan van achter? Komt die? Of is het stilzitten en laten gebeuren? Wat is dan dat impuls? Je merkt het vanzelf. Ja. Aangezien vanuit een bepaald gezichtspunt wij allemaal creaturen van de wil zijn. Wij kunnen dus niet willen. Zullen we vanzelf ergens toe aangezet worden? Iets zal onze interesse trekken. Dus ik hoef me daar helemaal niet mee bezig te houden. Ik merk namelijk vanzelf wel wat er gewild wordt. Als ik een boek oppak, dan is er blijkbaar de wens of de wil om te lezen. Op het moment dat de aandacht begint af te drijven, is er blijkbaar de wil tot iets anders. Dan is die container of die hoeveelheid energie verbruikt of opgevuld. En dan verplaatst het zich naar iets anders. Als dingen over een wat langere termijn duren, dan leidt het tot iets, misschien tot een boek schrijven. Maar als dat niet komt, ga ik geen boek schrijven. Met andere woorden, ik laat het aan die wil zelf over. Om mij als het ware aan te sporen tot dit of dat. Het is een natuurlijk gevoel, de wil om te gaan reizen en te wandelen in de bergen versus te Netflixen. Is dat een go with the flow? Is dat een... Het gaat weer over die passendheid en kloppendheid. Ja. Deze is geen reislustig tip. In de zin van het lichaam verplaatsen. Wel in de zin van de geest verplaatsen in de vorm van boeken of bijvoorbeeld films of series desnoods. Je kunt op tal van manieren reizen. Kasia, mijn vriendin, die moet ieder jaar minstens één keer bergen zien. Nou, soms doet ze het alleen, soms ga ik mee. Dat is allemaal prima. Die heeft daar een sterke wil toe of behoefte aan, of hoe je dat wil uitdrukken. Ik vind bergen best mooi, maar al zou ik ze nooit meer zien, I couldn't care less. Als ik nooit meer een boek zou zien, dat zou ik jammer vinden. Kasia, die leest ook wel eens een boek, maar... Oh. En mijn geoude hoer over Nietzsche en Sloterdijk, daar is ze echt niet in geïnteresseerd. Ze doet soms alsof. Het voelt dan ook als een enorme luxe probleem, hè? Maar basically hebben wij alleen maar luxe problemen. Ja. Zolang de bommen niet op je hoofd vallen, zijn alle problemen luxe problemen. Ja, dat brengt... Naar de onverschilligheid. Hè? Dat is eigenlijk het ego wat niet accepteert dat je in de neutrale modus zit. En dan heb je opeens heel veel tijd, ruimte, rust. Ja, en het handigste is dus eigenlijk om gewoon daarin te ontspannen, in die ruimte en rust. En te kijken, op een gegeven moment komt er iets. Want er zijn wezens die niet lang stil kunnen zitten. Dus op een gegeven moment komt er gewoon een energie en die gaat iets doen, iets opzetten, iets aanpakken, iets maken, iets... Idealiter, in mijn beleving, leidt het tot een of andere vorm van creativiteit, wat niet per se kunst hoeft te zijn, maar het scheppen van iets. Could be anything, maar ik denk dat op het moment dat er ruimte genoeg is en er is voldoende opruiming, dat dan blijkt dat we allemaal creatieve wezens zijn. Ja. Het goede nieuws is ook, het duurt niet te lang, hè? Dank je wel.
Dus we zullen iets scheppen of ergens voor zorgen. Die kans is vrij groot. Dat we de neiging zullen hebben, als de boel uit elkaar valt, dat we iets zullen scheppen of ergens voor zullen zorgen. Vanzelf. Dat komt vanzelf. En of het nou een tuin is, of een gezin, of een onderneming, of een kunstproject, of whatever, dat doet niet ter zake. Maar als het hier leeg is of vol is, dan neigt het tot een soort overflow. En die gaat zich omzetten en manifesteren tot het einde van. Gewoon logisch. Als er dan één ding is wat ik nu anders doe dan eerst, is dat ik niet bij de eerste de beste gedachte in een raceauto stap met fietsremmen. En dat dan gewoon ga uitzoeken en zorgen dat dat zo is. En nu blijf ik op mijn handen zitten en af en toe en genieten van het borrelende. Yes. Maar wie weet. Yeah. Wie weet ook niet, hè? Maar ik kijken. Maar ga inderdaad, even niet kijken. Laat het gewoon borrelen en rijpen en op een gegeven moment krijgt het voldoende energie, als dat zo wil, om tot een handeling over te gaan. Ja. En wat je daarin zei van het is of iets creëren of zorgen, of een combinatie daarvan, dat was wat mij direct raakte. Ja, goed. Of. Hans, ook in aansluiting hierop, we hebben het ook wel eens gehad over het uiten van je creativiteit. Ik heb wel het idee dat ik mijn leventje redelijk passend heb. En toch is er iets van een soort behoefte, een soort uitingsvorm die ik wel voel, maar die geen vorm krijgt. Tot nog toe. En het idee is wel van oké, dat zo'n. Dat die behoefte is wel sterk aanwezig, omdat het me meer eigenheid kan gaan geven of zo. Maar in de tussentijd. Of gewoon omdat het leuk is. Of gewoon omdat het leuk is, ja. Hoeft niet altijd nut te hebben, bedoel ik. Ja. Maar ga door. Ja, nou, dat is het eigenlijk. Nee, maar ik voel gewoon, er zit een soort. Ja, alsof die uiting niet gedaan of niet mag worden. Ik weet het niet wat het is. Als je hem voelt en dus erkent en aandacht geeft, dan op een gegeven moment dan komt er iets voorbij of iemand roept iets. En dan ga je gewoon wat proberen. En hoe minder je het meteen weer op een of ander hoog niveau zet, dat het weet ik veel wat allemaal moet opleveren of nuttig zijn of kwaliteit of whatever. En Herman Hesse, waar ik het over had, die had de neiging om hele goede boeken te schrijven. Maar hij had daarnaast af en toe de neiging om een beetje te aquarelleren. Ik moet zeggen, het is helemaal niet beroerd voor zover ik er verstand van heb. Maar hij deed gewoon puur voor zichzelf, omdat hij het leuk vond. Hij ging dus geen exposities, geen boeken vol met die dingen af laten drukken. Gewoon om even niet in de tuin te hoeven werken of in het gezin bezig of een lezing doen of een boek schrijven. Gewoon lekker een beetje dabbelen. Dus begin als zoiets komt, wil ik daarmee zeggen, op een zo onschuldig mogelijk level. Want te snel zitten wij, zeker wij Hollanders, in het moet iets opleveren, het moet ergens nuttig voor zijn. Nou, ik kan je vertellen dat het onnuttige, het waanzinnige, het vreemde, het nergens toedienende op een heel ander level heel nuttig voor ons is. Ja. Rondrotzooien is van groot belang, net als luieren overigens. Het gaat gelijk bij mij naar resultaat. Dat bedoel ik. Ja. En dan vermoorden we de creativiteit voordat die geboren is. Dat
gaat niet om resultaten, het gaat niet om geld, het gaat niet om roem, het gaat niet om ermee tevoorschijn te komen, het gaat om creativiteit. Al die andere dingen, dat zien we later wel weer een keer. Ja. Nee, dan komt toch die persoon natuurlijk weer, die komt ertussen met zijn neigingen. Ja. Ja, daarom kan dat dus meegenomen worden in de zelfonderzoekmodus van oké, stel dat er iets uitkomt en ik ontdek een vorm om die creativiteit eruit te laten. Het eerste jaar het er niet over hebben en het aan niemand laten zien. Om die ego zoveel mogelijk proberen er buiten te houden, want anders wordt het vrij snel, kijk mij eens. Ja, 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 ja. Dan is de kunst al dood. Ja. Dan wordt het een ik-ding. En it's ugly. Mooi antwoord, dankjewel. Dacht ik ook. Ha. Dan ben ik weer goed, hè, dit weekend. Iets wat opkwam over die kloppendheid, tenminste, als de wil voor die kloppendheid meer in die voorgrond dus ligt, dat het heel erg in het teken staat van de persoon die zich ontwikkelt, maar vanuit de achtergrond is het dan meer het kloppendheid laten gebeuren. Of, ja. In andere metaforen, in het ene geval zitten we heel erg met de handen aan het stuur. In het andere geval zitten we gewoon op de achterbank eigenlijk. Gewoon kijken waar die auto heen wil. Want basically, het maakt mij niet zoveel uit wat er gewild wordt of niet. Mm-hmm. Dus heb ik zelf de zin als organisme om dingen te doen waar geen energie voor is. Vandaar dat ik al ruim 5 jaar geen muziek maak. Gewoon omdat de muziekmaakenergie is er niet. Ja. Nou, dan ga ik het niet toch maar doen. De wil ontbreekt. Ja, exact. En als ik dus daar iets uit zou halen in de zin van, oh, kijk mij eens. En ik heb dat nodig om iets te etaleren of zo. Dan zou ik gewoon doorgaan. Want ik weet zeker, ik hoef er maar te gaan zitten en ik krijg ideeën. Mm-hmm. Dat is het probleem niet. Maar dan zou het gekunsteld zijn. En om de verkeerde redenen. Dan zou het vals zijn. Daar heb ik geen zin in. Ja, vals is wel een interessant woord wat dat betreft, want die redenen die zijn, ja, die voelen wat scherp of zo. Gekunsteld. Yes. Oké. Let op, dan gaan we het krijgen. Ik was vanochtend in de auto aan het luisteren naar een opname uit Heren van vorig jaar. En daar ging het over dat je die neutraliteit, dat we dat zijn. En als je, dat je dus niet bestaat. Ja, als je dat verhaal weer beluistert, dan denk je, ja, het is zo. Maar dat geeft gewoon het lekkerste gevoel. Dus, en dan denk ik, waarom wil ik dat, dat neutraal zijn? Dat is eigenlijk alleen maar omdat ik die rottige stem in mijn hoofd het zwijgen op wil leggen. Ja. En daarmee is alles gewoon opgelost. Yes. Maar ben ik dan neutraal? Of, ik bedoel, ben ik het? Of ik ben het toch niet, bedoel ik? Ja, je bent dat wel, alleen je zit niet altijd in die modus. Laten we het zo zeggen.
En iedere keer als dat niet zo is, daarom heb ik wel eens gezegd dat als er tumult is en zo, is dat maar één signaal. Back off! Maar het is niet neutraal. Ja, als we geback-offed zijn, wel. Dan wordt het weer stil en open en compleet en alles is gewoon oké. Niet bijzonder, gewoon oké. Dus wat een bepaalde laag in ons het liefste wil. Andere lagen die willen zich overal mee bemoeien en ergens iets van vinden. En mezelf op de kop geven of ophemelen of... Maar dan is dat genoeg. Of, ja. Yeah. Als ik het alleen al geloof, als ik het hoor en ik geloof, dan is dat... Ja. Maar het is niet, ik denk niet eens een kwestie van geloven, maar jij herkent het. Je weet gewoon dat dat waar is. Alleen, op het ervaringslevel lukt het, en dat is bij meer mensen zo, dus dat is geen schande, lukt het nog niet om permanent zo te zijn. Nee, je moet er steeds aan herinnerd worden. Yes, en soms nog wat dingen opruimen en nog eens wat dingen aankijken die ervoor zorgen dat we eruit gehaald worden voor onze beleving. Niet in echt, maar... Ja. Ja. Oké. That's it. Wat ook een leuk verschijnsel is, en dat hoort gewoon bij ons, dat naarmate er, laten we zeggen, progressie is, dat wij zelden kijken naar wat er al gewonnen is, maar we kijken waar het nog niet klopt. Dat doen we altijd. En dan hebben we al helemaal niet meer in de gaten dat toen we begonnen, we zaten gewoon 99% in de default setting van uber geïdentificeerd en druk maken en mezelf belangrijk vinden en al die dingen meer. En op een gegeven moment is dat nog maar 25% zo. Dan zijn we niet blij met die 75% ruimte, zou ik maar zeggen. Nee, we gaan zitten kankeren op die 25. En kijk, dat we het niet prettig vinden en weten dat het onwaar is enzovoorts, is prima. Maar dat je zelf op de kop geeft, daar zou ik zo graag van zien dat er afging bij iedereen. Want het is jouw schuld niet. Het geeft alleen aan van oké. Er is nog werk te doen. We hebben een vrij grote tuin en we zijn er aan het snoeien geweest en gras maaien en water geven. Dan ga ik niet zeggen van, ja maar er moet nog dit en dat en zus en zo, wat een klote tuin. Nee, ik ben gewoon blij met het werk wat gedaan is en de beestjes die daarin rondprutsen enzovoorts. En op een ander moment ga ik wel weer verder. Sterker nog, ik weet dat ik hem nooit afkrijg. Want als ik eenmaal aan die kant klaar ben, dan... kan ik hier alweer beginnen. En dat heet leven. Maar dat is precies juist ook nog meer uitvergroot, lijkt. He, dus die dingen die eraan schorten, die op zich al heel lang bekend zijn en toen ook zo waren, die lijken nog veel venijniger. Ja, omdat ze meer opvallen. Ja. Je bent sensitiever geworden, je bent helderder geworden. Er zijn een aantal dingen aan de kant gegaan. Ja. Dus die paar brokstukken die er nog zijn, die vallen verschrikkelijk op. Het gebeurt vaak dat er gewoon met stress begonnen wordt, zeg maar. Maar dat is iets van mij. Ja. Hè, de angst om het niet goed te doen, om gestraft te worden. Ja. En daar kwam ik achter dat overwonnen moet worden eerst. Hè, dus die stress en dat angst om afgewezen te worden of gestraft te worden eigenlijk... En dat is er nog steeds. Maar dat is ook super uitvergroot. En plus, er is nog een ander ding volgens mij, Hans, wat mee gaat komen. Er komt ook een soort spiritueel sausje dat vindt dat, dat het niet meer zou moeten zijn of dat nog net iets geraffineerder gaat zitten kijken. En dat gaat een beetje raar worden dan. Ja, maar je hebt hem wel door. Ja. Ja, dat klopt. Ja, ja, het is van misschien grofstoffelijk naar steeds... Yes, en als je een witte vloer aanveegt en je laat drie koffiebonen erop vallen,
dan zie je niet de witte vloer, maar je ziet die drie koffiebonen. Ja. En die horen daar niet. Ja. We kunnen dat constateren en er iets aan doen als dat gaat. Of we kunnen er een zwijp van maken. Dat laatste heb ik een bezwaar tegen. Ja. En het kan ook nog zijn dat er een programmering in mijn systeem zit die altijd bang zal blijven ergens on some level voor repercussies of straf. Ja, dan is dat maar zo. Maar dan kan ik hem in ieder geval incalculeren. En dan hoef ik dus ook niet te zeggen van waar het er straks even over ging, van zij doen verkeerde dingen of stomme dingen. Ja, dat is wellicht zo. Maar ik stap er al in met stress en de vrees om afgekeurd te worden. En dus heb ik er ook, als ik zo in elkaar zit, een belang bij om dingen te vinden die niet deugen. Ja. Want dan past het verhaaltje beter. Weet je wel, dus ik sta nooit los, met andere woorden, van de situatie waarin ik me bevind. En ik ben dus basically altijd mede verantwoordelijk voor de situatie waarin ik me bevind. Daarom heb ik zo'n hekel aan slachtofferschap en pointing the finger. Waarbij niet gezegd wil worden dat er situaties zijn en iemand ergens niks aan kan doen. Uitzonderingen zijn er altijd. Maar basically, ik heb nog nooit gezien dat ik in een situatie was, hoe onfortuinlijk of pijnlijk dan ook, dat ik er niet ook aan bijdroeg. Direct of indirect. Ik was nooit alleen maar slachtoffer. Ik was ook nooit alleen maar dader. It doesn't exist. Dat is ook duidelijk geworden, ja. Het is altijd samen. Ja, yes. Er is een soort actiereactie. Ja. Ja. En al zeg ik niks, dan zal nog mijn grondhouding dingen uitnodigen, een effect hebben, ja, op de energetische constellatie. Al hou ik me helemaal op de vlakte. Juist dat kan al een trigger zijn. Ja, je houdt je zo op de vlakte. Ja. Maar weet je, dat is iets anders, hè? Maar dat, nu kwam dat zo op, van dat ik dat op een gegeven moment ontdekte, dat er eigenlijk gewoon een soort angst is voor straf. En er was ook een periode, hè, dat ik een soort, ik noem het maar even, verzonken was of zo. Dat alles ging gewoon. Toen ineens kwam toen op, nu weet ik waarom ik zo bang ben om hier te verblijven. Dat was precies dat ding wat opkwam. Ja, dat is zo'n grondthema. Ja. En daarom zul je ook, als je daarnaar kijkt, in bijna alle situaties zien. Als je blijft, kun je bang zijn om bestraft te worden. Ja. Als je de stap neemt om voor jezelf te gaan beginnen, dat kan misgaan. Dus word je gestraft. Weet je wel, welke kant je ook opgaat, er is altijd de mogelijkheid van straf. Ja. Nou, als ik dat weet, echt tot me doordring, dat een ding is waar ik heel gevoelig voor ben, dan kan ik dus basically gewoon doen wat ik wil, want bang om gestraft te worden ben ik altijd. Kan ik dus het beste doen wat het beste past. Ja. And I'm gonna die anyway, by the way. Ja, dat wil ik ook nog even vertellen. In dat ik dat zo zag, hè, in die, dat ik die angst om te verblijven gewoon dat opkwam, dat angst om gestraft. Toen dacht ik, ja, ik ben nu volledig, je denkt een soort van door te gaan zitten modderen en het zo te houden, dat niet gebeurt of zo. Ja. Of dan kan je verschuilen. Dat was het. Ik kan me niet meer verschuilen daar. Dat voelde ik. Mm-hmm. Ja. Ja. Yes. En dus moet er wel iets ergs gebeuren. Ja, dat. Oh. Ja. Ja. Maar het was gewoon een soort, vooral over dat gestraft worden, dat werd ineens gewoon heel helder. Maar dat inderdaad, in dat werk speelt dat en speelt in heel veel situaties, is dat het basisding. Mm-hmm. Ja. Ongetwijfeld loopt er ergens ook iemand rond en die gaat ervan uit dat hij overal voor beloond wordt. Nou, wat ik ook doe, ik word altijd beloond. Ja, oké. We hadden het net over die, dat je zei van die dankbaarheid, van wat wel al opgelost en onderzocht is en noem het allemaal op. En
Ik zat net te denken toen ik het had tegen jou over, ja, het is niet af. Dat is ook een ego-ding. Want daar zit ook een angstcomponent in. Zo van, ja, maar wat als het dan niet lukt? Dat kan, maar het kan ook gewoon vanuit de hogere onverschilligheid gezien worden dat iets niet af is. Dus er zijn twee mogelijkheden om dat te constateren. Het kan gewoon geobserveerd worden als een objectieve constatering. Net als je kunt zien dat nog niet alle afwas gedaan is, want er liggen namelijk nog twee pannen en drie borden. Daar is verder niet iets om me druk om te maken, maar ik zie gewoon de afwas is nog niet af. Of het kan vanuit de geïdentificeerde modus. En dan is het een toestand. Ja, en volgens mij is dat wel een beetje zo. Dat, dat er een angst zit van, ja, maar ik moet opschieten en ik ben al wat ouder en straks ga ik dood en dan is het niet af. En dan, wat dan? En, nou kijk, dus makkelijk te beantwoorden. Als het nog niet af is en je gaat dood, dan ben jij er niet meer. Dus dan, nee, is, en dan er is het ook af. Niks meer af of niet af. Dus de dood lost alle problemen op. Trust me. Nee, maar het is denk ik meer de angst voor dat wat er vooraf gaat. Je krijgt kanker en je ligt pijn te lijden en een doodstrijd en je denkt shit en het is niet af. De vraag is natuurlijk of we, als we aan kanker aan het doodgaan zijn, dat denken. Ja, dat weet je niet. Een van de bekende misvattingen is dat de gezonde mens, de levenslustige mens die nadenkt over ziek zijn en de dood, een ander is dan degene die ziek is of aan het sterven is. Dus ik weet er niks van hoe de Hans-character verkankerd in zijn bed de dingen zal beleven, want die ben ik nu niet. Het slaat nergens op om dat te vrezen of ernaar te verlangen of überhaupt mee bezig te zijn. Het is weer een voorstelling. Yes, it doesn't make sense. Tegelijkertijd zou ik willen zeggen dat een klein beetje angst dat het nog niet klaar is, helemaal niet erg is. Want angst, net als woede, is een activerende energie. Ja, het motiveert wel. Het houdt je wakker. Maar ik was bang dat het op de verkeerde manier zou motiveren. Ja, we zijn te bang voor angst en we zijn er soms te negatief naar. Ik kan me nog herinneren dat Don Juan, die zogenaamde leraar van Castaneda, zei: angst is het enige wat de krijger heeft. Dat is zijn drijfveer. Dat is waarom hij de strijd met de oneindigheid aangaat. Het drijft me wel voort, ja. Yes, dat is het wel. Dus we kunnen, en dan hebben we weer het verschil tussen bewust en onbewust. Onbewust lijden aan angst is zinloos en stupid. Maar bewust gebruik maken van de levendige energie van angst is hartstikke gunstig. Dan gebruik je het voor je. Dan gebruik ik het als een energie om de stappen te zetten die ik moet zetten. Dan keert het zich van angst naar moed. Ja, want het ego wil niet oplossen, maar tegelijkertijd is die bang om niet op te lossen. Ja, en hij is ook bang om te falen. Dus overal als hij zich eenmaal verbonden heeft met het spirituele proces, dan zit er een stuk van hem in ieder geval erin, die wil dan ook dat het lukt. Een ander deel niet, want ja, dan precies. Is hij er niet. Dus dat is een beetje lullig. Maar hij is er wel eentje van, hij wil wel presteren. Nou, die kan je dus voor je laten werken. Om hem juist de nek om te draaien. Yes. En als u slaagt, dan is de hoofdprijs. Nou, misschien is het dan toch niet zo erg dat er nog een stukje angst zit in dat opzicht. Nee, dat bedoel ik. Zo erg is het niet. Iets anders is als het hele beeld volloopt. Als we dus over-identificeren ermee. Maar die angst daar is een wakkere energie. Angst. In de goede zin van het woord maakt ook dat wij soms aan onze standpunten twijfelen. En ik heb nog nooit gezien dat iemand zonder over dingen te twijfelen ook maar iets leert. Degene die denkt dat hij alles al weet, is dood. En iets wringt er dan. Wat als ik het mis heb? Oké, daar kan ik een drama van maken of het als een oproep zien, een dashboardlampje. Look again.
check. Want inderdaad, I might be wrong. Ja, ik denk dat ik gewoon niet als halfling dood wil gaan. Ja, good for you. En dan maar hopen dat ik op tijd ben. Maar dan werkt de angst voor me in ieder geval nu. Ja, en hopen hoeven we dus niet. We moeten gewoon doen wat we moeten doen. En zolang we nog breath hebben, moeten we aanpakken als we moeten aanpakken. Loslaten als we moeten loslaten of uitzoomen. Gewoon volg het programma en maak je verder niet te druk over de finish. Ik moet gewoon vandaag doen wat ik vandaag te doen heb. En ik kan niet meer doen vandaag dan ik vandaag te doen heb. Ja, want soms wordt het ook voor het systeem wel eens een beetje te veel. Ja, en dus moet er dan even uitgerust worden. Ja, en dan roept die kop, ja dat kan nu niet, want ja, je moet nou wel door. Dus maar dat daar gaat moeten niet. We niet naar luisteren. We moeten de intuïtie of het onderscheidingsvermogen raadplegen. Van oké, het is nou gewoon prima om het eens even een paar dagen laten bezinken. Wederom de metafoor met de tuin. Als je de grond eenmaal hebt voorbereid en de zaadjes zitten in de grond, is het afblijven. En na een paar weken kun je een beetje gaan wieden. Kun je misschien de worteltjes die te veel zijn ertussen uithalen. Moet een beetje water hebben, wellicht nog wat mest of whatever. Maar er zijn ook periodes dat je eraf moet blijven. Ik heb een ander voorbeeld wel eens gegeven van iedereen die muziek maakt zal dat herkennen. Dan ben je gewoon de hele tijd lekker aan het spelen, aan het spelen, aan het spelen. En op een gegeven moment dan zet je die gitaar weg of whatever je speelt. Ja. En je laat het gewoon eens even een week. Vervolgens pak je hem op en fuck man, ja, het is alsof je een week hebt doorgeoefend. Ja. Het zit er helemaal in. Soms moet je hem even wegzetten. Ja. Leave it alone. Dat zei ik tegen mijn leerlingen ook altijd. Maar in de zomervakantie leg je instrument maar in de kast. Ja. En dan daarna gaat het. Want om een of andere gaan die hersenen, die gaan gewoon door met. Yes, in dat onderbewuste zullen we maar zeggen, gaat dat gewoon door. The practice continues. Ja, maar omdat je dan te veel je best gaat zitten doen. Allemaal niet, vanuit die controle hier. Ja, en dat wil je dus hier ook mee. Yes, en doen. Dit proces, dat zelfonderzoek, zei ik al eerder, is niet anders dan een creatief proces. Dan moet je ook soms afblijven. Dan merk je ook soms van oké, nu drogen de ideeën op. Het heeft geen zin om nu door te gaan. Ga wat anders doen en morgen, over een week, boing, de ingeving komt. En oh, zo passen die dingen bij elkaar. Ja. Ja. Nou, dankjewel. Wat krijgen we nou? Alweer? Schrikken. Om te begrijpen, is zijn hetzelfde als de achterkant van uitzoomen. En in de vraag zit bij het uitzoomen is eigenlijk de beweging van je zit erin met je mind en je neemt afstand. Ja. En als je de afstand doorzet naar achter, dan ben je eigenlijk. Nou, je bent de hele tijd. Ja. Dus we zitten in die positie te veel aan de geïdentificeerde kant. We zijn ook als organisme ons zwaartepunt kwijt. En dit reset het. Dus we zijn dan niet meer zijn of iets dergelijks. Maar we zijn wel veel bewuster van het zijn zelf. En dus veel opener, kalmer, adequater, helderder. Ja, dus het is een beweging in het zijn. Yes. Ja. Maar je bent altijd en er is altijd evenveel zijn. Het is alleen waar ligt de nadruk? Ligt die helemaal naar voren geïdentificeerd, uit midden, uit balans, ontstemd? Of is het een open beschikbaarheid voor wat er gebeuren wil? Dus en dat is inclusief de dingen die hier opwellen, als in de omgeving of door de anderen of whatever. Ja, dus het is niet de achterkant, maar het is de beweging die gebeurt in. Ja, het bewustzijn, in de totaliteit. Yes. Ja. En we ontdekken op een gegeven moment, en ik heb dat in die driehoekschets een keer gedaan, dat als we zo op, als je hier de achterkant hebt en hier de geïdentificeerde punt, dat we op ongeveer 3/4 het beste functioneren. Ja. 2/3 tot 3/4. Dan ben je voldoende nog in tune met wat er in de wereld en bij de anderen gebeurt, maar je hebt eigenlijk constant dat gevoel van compleetheid achter je, in je rug. Daar leun je als het ware in of tegenaan. Dan blijft het open en helder.
En dan moeten we leren. En het leven zal ons de hele tijd soms wat te ver naar achteren duwen, soms wat te veel naar voren. En, maar op een gegeven moment werkt zich dat uit naar een dynamisch gebied waar we het beste opereren. En uiteraard kunnen we tijdelijk, dus als we gewoon tijd hebben en we hoeven verder niks, zo ver mogelijk naar achteren of zoveel mogelijk naar beneden, net hoe je het zeggen wil gaan, om gewoon helemaal te versmelten met dat zijn. Maar uiteraard niet als er zware machinerieën worden gehanteerd of tijdens een operatie. Of als jij chirurg bent, dan moet je niet te veel uitzoomen. Merk maar dat... Meer wat ik probeer een plek te geven, is dat je ziet dat het dingen tegelijkertijd gebeuren. Dat is wonderlijk. In ja. De zin heel praktische dingen versus de ruimte waarin dat gebeurt. We zijn ook heel wonderlijke wezens. Ja. En daarom is het zo jammer dat veel mensen zich tot zo'n klein en geïdentificeerd gebiedje beperken. Ja. Het is heel jammerlijk om te moeten gadeslaan. En dat alles gesloopt wordt door oordelen. Ja. Ja. Dank. Het is er altijd, zeg maar om jezelf daarin te brengen, kan je dat als beweging, yes. Als een soort knopje waarmee de mindset, zeg maar, geactiveerd eigenlijk. Zo zou je dat? Ja, ja. Oké, okay, ja. Dus er kunnen allerlei tussendingetjes bij zijn. Het hoeft natuurlijk niet per se. Er kunnen allebei? Tussendingetjes. Bij, die we doen, of, ja. Of whatever. Maar het kan op zich... Ook zo van dat op het moment dat de constatering komt van ik zit te ver naar voren en te vernauwd, ja. Dat dat al genoeg is dat die verruiming of verplaatsing voltrekt. En voor mij is heel belangrijk te beseffen dat het er al is, maar ja, soms geactiveerd. Het is dus constant beschikbaar. Wij maken er als het ware niet altijd gebruik van. Dus door gewenning, door angst, door verlangen enzovoort zitten we vaak te ver er vandaan. En als we goed opletten merken we dat ook, want dan hebben we steeds de neiging om te vallen. Naar voren. Yes. Of ergens voor te vallen bijvoorbeeld. Terwijl als ik op mijn plek ben en gewoon, dan heb ik niet de neiging ergens in te trappen of voor te vallen. Maar dat is fysiek te oefenen, zeg maar, bijna ook. Ja, hoe je het ook wil doen, maakt mij niet uit. Maakt niet uit. Ik maak altijd die beweging, maar ja, zelf, dat is voor jullie. Om het, weet ik veel, dat ontstond. Ja, ja. Maar ik doe dat zelf nooit. Er wordt gewoon hier opgemerkt van, oh, je zit te ver naar die kant. En met het constateren daarvan vindt die beweging plaats van binnen. Dus het is een aandachtsverplaatsing. Daarom noemde ik het er straks aandachtskunde. Daar is het eigenlijk. Dus dat kan je dan zelf bewust maken, zeg dat maar niet aan. Net als wat ik in Olie op het vuur opschrijf, van je kunt zien wanneer je in de chaotische geest zit, of in de ego-geest, of in een tussenvorm, of in een clear mind situatie. Die kun je onderscheiden. Ja. En het leren onderscheiden ervan is eigenlijk al het halve werk. Want dan weet je dat je in de chaotische modus en in de ego-modus beter geen beslissingen kan nemen. En dan kun je dus leren wachten of iets te doen, of je te herinneren, de beslissing te nemen op het moment dat je meer uitgezoomd bent en het dus in een clear mind mode bent. Want dan ben je af van die oppervlaktebelangetjes en kun je veel beter gewoon zien van wat er aan de orde is en wat de sequentie of de prioriteiten zijn.
Tante Ans. Aandachtskunde. Het scherp zien, het is de aanzet, is het knopje, waardoor het eigenlijk naar achter gaat, of je zou kunnen zeggen dat het gebeurt. Mm-hmm. Yes. Dus als we dat knopje, die aanzet, dus die aandacht daarop, zou je kunnen zeggen dat dan in het proces vanzelf gaat. Yes. Dus hoe bewuster we dat hebben, hoe vanzelfsprekender dat zo functioneert. Ja, dus dan kan het functioneren op zijn eigen natuurlijke manier. En in het begin, net als met gitaarspelen, moeten we een beetje moeite ervoor doen. Om het ons in herinnering te brengen of te constateren van, oh wacht even, ja natuurlijk gaat nou alles moeilijk, maar ik zit in die ego-mind-modus. Ja, maar als het dan moeilijker gaat en we zijn ons dan bewust en we drukken op dat knopje van het is moeilijk, op dat moment schiet het eigenlijk bij wijze van spreken al terug? Het zou kunnen. Niet per se. Als we er te veel nadruk op leggen, dus te hard zitten duwen, bij wijze van spreken, die metafoor, dan blijven we juist daar zitten. Dus er moet geen gevecht mee aangegaan worden, maar gewoon geconstateerd dat dit niet de juiste houding is, zal ik maar zeggen, om iets tot stand te brengen. En dan begint het dus met het laten varen van de onjuiste houding. En de juiste beweging is altijd terug. Het is dus eigenlijk een heel precair punt. Yes. Waardoor het dus naar voren kan of naar achter kan. Yes. Het is heel subtiel eigenlijk dan, hè? Maar we kunnen dat dus als het ware in de vingers krijgen. Ja. En dat heel soepel functioneert. En op een gegeven moment ben je er onbewust bekwaam in. Dan hoef je er dus niet meer over na te denken. Dan gaat het gewoon vanzelf. Ja, en dat onbewust in de vingers krijgen zou je dus eigenlijk leven kunnen noemen. Yes. Yes. Dus het leven is eigenlijk een spel om te kijken hoe het zit, waar het zit, voelen. Ja, leven is misschien een aandachtskundespel. Is eigenlijk heel uitdagend, hè? Ja. Je ziet het ook bij kinderen, hè? Als een klein ukkie van een jaar of twee of anderhalf zo bezig is, dan is dat alleen maar het ding waar het dus mee bezig is, met dat speeltje. En het kijkt en het kijkt. En eigenlijk zie je dus dat heel die andere wereld helemaal wegvalt. En het is helemaal opgenomen in het ontdekken. Hè? Yes. En je ziet ook dat die aandacht dus de hele tijd leidt tot handelingen en naar iets toe willen. Maar als dus kinderen wat ouder zijn, dan zie je dus dat ze hier ontdekken, daar ontdekken, hus ontdekken. En dat het eigenlijk zo'n enorme impuls is dat ze niet kunnen stoppen met ontdekken. En dat zie je dus, dat die dan zoveel energie hebben dat ze eigenlijk nooit moe zijn. Hè? Mm-hmm. En ineens omvallen. Ja, in één keer is het dan dat ze weg zijn. Laat zo even. Tegenwoordig niet meer, hè? Want dan zitten ze de hele tijd achter zo'n ding. Ja. Straks zei ik over dat oog. Laat maar eventjes. Ik merk dat het dat achter. Het oog waardoor gezien wordt. En dat oog is wat we zijn. Yes. Goed.
Thank you. Ga naar huis.